Fuck the Police is de controversiële titel van een voorstelling over etnisch profileren door de politie. Actueel geworden sinds de bekende Surinaams-Nederlandse rapper Glenda Randami, beter bekend als Typhoon, door de politie was aangehouden omdat zijn mooie auto niet zou passen bij zijn huidskleur. Verslaggever Sam Jones maakte het volgende verslag. Fuck the Police gaat over twee broers. Eentje is een activist, eentje is een politieagent. Op een dag komt er een rechtse politicus naar hun wijk en de activisten willen dat voorkomen, dat hij daar gaat praten. En de politie krijgt daar lucht van. En wat je uiteindelijk krijgt in de voorstelling is dat activisten tegenover de politie komen te staan. Dus de twee broers krijgen een confrontatie met elkaar. Vanuit mij is het geen opgekropte moeder. Het is juist op zoek gaan naar een oplossing. Ik geloof dat een oplossing echt zit in hoor en wederhoor. Met zo'n titel, met zo'n voorstelling triggeren tot gesprek eigenlijk. Heel veel mensen denken dat de voorstelling anti de politie is. Dat is het totaal niet. We willen juist inkijk hebben in de wereld van de activisten en inkijk hebben in de wereld van de politie. De andere agent zat nog in de wagen en deed helemaal niks. Jamairo werd staande gehouden. Hij is 12. Wat voor ervaring heb je zelf met de politie? Wat voor ervaring heb ik zelf? Ja, weet je, ik ben wel eens aangehouden op straat in mijn auto. Maar ik ga er nooit vanuit dat het gaat over mijn kleur. Maar ik heb wel heel veel met jongeren gewerkt die gewoon dat gevoel hadden. Daar is het idee eigenlijk een beetje uit geboren. Ben jij zo iemand die roept fuck the police? ja, zeker. Ik heb wel gehoord dat op de manier van hoe ze zeg maar eruit zien, al gelijk als verdachte worden gezien. En dat is niet netjes. Dus dan zeg ik zeker, fuck the police. Ik heb het wel eens gehoord, inderdaad. Wat doe je dan? Op het moment dat ik fuck the police hoor. Ja, nee, op het moment dat het echt beledigend is en mensen nemen de aanstoot aan, ja, dan treed ik op. Maar ik denk dat herkenning, het feit dat er aandacht voor is, dat er een podium wordt gecreëerd voor dit geluid, dat het wordt gedeeld met de buitenwereld, ik denk dat al kan bijdragen. Winston van Genen van de Amsterdamse politie in een reportage van Sam Jones.